Ambassadeur Yulang Puyanto van Indonesië en minister Kenneth Amoksi van Yuswal hebben donderdag bij een kennismakingsbezoek intensievere samenwerkingsmogelijkheden op verschillende werkgebieden besproken. De minister onderkende hierbij het belang van trainingen voor de korpsen. Volgende maand in oktober zal een delegatie naar Indonesië afreizen om Suriname te vertegenwoordigen op een Indonesisch-Latijns-Amerikaanse businessbeurs. De Surinaamse afvaardiging zal ook aan een driedaagse expo participeren. De Stichting Viskeuringsinstituut VKI is uitgebreid met een nieuw gebouw. LVV-minister Pralat Seudin en de directeur van het VKI, Juliette Colli Wongsorejo, hebben daarvoor een lint mogen doorknippen. Volgens de directeur lag de noodzaak voor een additioneel gebouw in behoefte aan accommodatie van het personeel, een trainingsruimte en een afdeling voor monsterafname. De dag van de marine is woensdag op de marinebasis de Boksel gevierd. Op deze dag in 1976 maakten de eerste P-boten zelfstandig de oversteek van Nederland naar Suriname. Majoor Johnny Ibisil Jodi, commandant van de marine, benadrukte het belang van deze gebeurtenis en de herdenking van deze dag voor de maritieme geschiedenis. P-boten, bekend als patrouilleschepen, werden ingezet voor kustpatrouilles in Surinaamse wateren met een focus op illegale visserij en grensoverschrijdingen.